ben Patricia Kaarsnoot en ik ben beeldkunstenaar en activist. En morgen doe ik mee bij Code Rood, ook hier in een workshop over art en activism. Oké, wat ga je dan vertellen? Het is eigenlijk een panelgesprek met twee andere kunstenaars die ook activist zijn en met milieu bezig zijn. En het gesprek gaat eigenlijk over hoe je kunst kunt inzetten om systeemkritiek te geven, om grote publieken te bereiken, om publieken te activeren. Dat is wat ik doe met mijn werk. En de noodzaak ook van kunst en activisme, dat je die twee dingen eigenlijk helemaal niet zou moeten scheiden. Ik vind namelijk dat alle kunst politiek moet zijn. En het eigenlijk ook is. Ik heb nu net een workshop gehad over energiedemocratie. Wat vond je daarvan? Ik vond het een hele goede workshop. Ten meer omdat ik het onderwerpen zijn waar ik heel weinig van af wist. En ik zei al van, ik stap er leeg in en ik ben er vol uitgestapt. Vol van kennis en ook wel gechoqueerd over veel dingen die ik echt niet wist. Ik wist natuurlijk wel dat Shell een verschrikkelijk bedrijf was, maar dat het zo verschrikkelijk was, vond ik echt chockerend. Wat ik ook chockerend vond, het was alle informatie over alle claims die overheden opgelegd kunnen worden door bedrijven. En hoe machtig bedrijven eigenlijk zijn, hoe overheden eigenlijk volledig bespeeld worden door bedrijven. Wist ik ook wel, maar het is zo heftig om het zo te horen en hoe extreem het eigenlijk is. Dus we hebben een heel groot monster te bevechten. Sluit je aan bij actiegroepen en wees solidair. Wees solidair met actiegroepen die strijden voor een betere samenleving. Dus niet alleen voor je eigen hachje protesteren, maar ook voor het hachje voor alle anderen. En dus als er een grote antiracisme demonstratie is, doe dan ook mee. Want het heeft allemaal met elkaar te maken. En ik doe heel veel verschillende dingen. Ik ben activist, maar ik doe heel veel verschillende dingen omdat ik in onrechtvaardigheid, er zitten allerlei verbanden in. En toen zijn er met elkaar te leggen. Dus doe niet alleen het een, maar doe ook het ander. En wees solidair.